Ik heb net een filmpje opgenomen met deze make-up look. En vandaag wil ik je laten zien hoe ik mijn haar doe als ik gewoon mijn haar rommelig stijl, zeg maar. Ik heb mijn haar gewassen. Zo. Het zit al een hele tijd in mijn handdoek, maar ik was aan het voeden en doen tussendoor. Eerst ga ik het borstelen en dat doe ik altijd met een tangle teaser. Ik heb tegenwoordig, ja, wat zal het zijn, middellange haar. Richting lang. Ik noem mijn haar tegenwoordig een super lange bob. Ik heb altijd een zijscheiding. Laatst heb ik een keer een filmpje opgenomen met een middenscheiding. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Ik moest zelf heel erg wennen. Ik heb een maskertje in mijn haar gehad, dus het is nu makkelijk door te kammen. Als dat niet zo is, dan gebruik ik ook nog een ontwarrende spray. En vanwege mijn zwangerschap is mijn haar nu veel dikker. Dat gaat straks ook weer allemaal uitvallen, schijnt, helaas. Maar goed, dat maakt dat mijn haar doen iets makkelijker is dan voorheen. Ik heb van nature heel fijn haar. Ik heb zeg wel veel haar. Maar het is wel fijn. Zo. Nou, dit is eigenlijk de basis. Dan gebruik ik altijd een beetje een soort volume crème. En nu gebruik ik de Tony & Guy Volume Plumping Whip. Ik ben het meest fan van die van Bee Academy. Dat is Undone by the Insiders, heet die lijn. En daar heb je een hele fijne volume crème van. En die verdeel ik door mijn haren. Alleen omdat mijn haar nu al best wel dik is, werkt dit ook prima. En het beschermt ook meteen tegen de hitte van de föhn. En dat kneed ik gewoon een beetje door mijn haar heen. Zo. En dan ga ik mijn haar föhnen. En ik denk dat ik daar even bij ga staan trouwens. En daarvoor gebruik ik deze föhn. Dit is de Remington föhn. En even kijken of die nog een soort type nummer heeft. Model D3710. Dus die gebruik ik altijd om mijn haar te föhnen. Dat doe ik nooit op deze plek natuurlijk, maar dat doe ik altijd in de badkamer. En dat doe ik gewoon een beetje warrig. Ik begin altijd even met zo föhnen om mijn scheiding er goed in te krijgen. En dan ga ik gewoon door mijn hele haar heen. Zo, nu is mijn haar droog. Dan pak ik mijn Rock & Roll borstel. Daarmee borstel ik het even door. En dan voor een beetje extra verzorging de L'Oreal Elvive Extraordinary Oil in Cream. En dat doe ik een klein beetje op mijn vinger. En dan smeer ik het een beetje uit over mijn handen. En dan ga ik een beetje door mijn punten heen. Of in ieder geval de lange gedeeltes van mijn haar. Dat zijn natuurlijk vaak de drogere gedeeltes. En dan ben ik dol op dus dat rommelige volume. En daarvoor gebruik ik de Sebastian Dynamic Droog Shampoo. Deze is bijna op. Gelukkig heb ik nog een nieuwe staan. En die spreek ik een beetje bij mijn aanzet. Zoals je gewoonlijk ook doet met droog shampoo. En dan ga ik nog even met de föhn hier doorheen en dat zorgt dat de witte waas er zo weggaat. En zoals je zag, deed ik het zeg maar zo. Dus met een soort, met mijn vingers doe ik zo. En dan ga ik echt een beetje, nou, zodat ik eruit kom te zien als een of andere complete idioot. En dan is dit mijn uiteindelijke look. Oh, je ziet net niet mijn hele haar. Mijn haar komt dus tot hier.
En zo doe ik eigenlijk mijn haar. En wat ik de laatste tijd heel graag doe is dit. En dit zie je me eigenlijk in de meeste filmpjes dragen. Dit is dus mijn rommelige haar. Dit is hoe ik mijn haar stijl. En dit blijft een paar dagen prima zitten, omdat die droogshampoo er al in zit. Dus ik heb er geen omkijken meer naar. En heel af en toe doe ik nog wat spray, nog wat sisal spray of iets hier. En dan kneed ik dat nog even door. Maar dat doe ik nooit de eerste dag. Dus ja, dit is hoe ik mijn haar doe. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. In ieder geval ontzettend bedankt voor het kijken. Ik zie jullie snel. Doeg! Eigenlijk aan het schema. Dat is misschien ook wel goed om te zeggen. We zijn nu naar 5 voedingen per dag. Want eigenlijk is de nacht dus helemaal...